Yo, what up dudes, welkom bij weer een nieuwe video van mij. We zijn eindelijk weer aangekomen bij Far Cry 3, dit is part 34, de dokter is er even niet. We gaan gewoon weer verder met de singleplayer. En wat ik dus probeer uit te leggen nu in deze video is dat er iets heel geks is gebeurd in de Den of Dan history. Ik upload deze video op allebei mijn kanalen. Ik ga dus proberen om van iDenaDen, mijn grootste kanaal op dit moment met 800 abonnees, waar ik jullie super dankbaar voor ben, een switch te maken. Ik ga jullie alle 800 vragen om terug te abonneren op mijn oude kanaal. DenaDen met de 3OS-E. Want wat blijkt nou, Google heeft mijn oude account hersteld in plaats van iDenaDen. Met andere woorden, er zit geen toekomst meer in iDenaDen, maar wel in DenaDen met een 3OS-E. Dus ik ga jullie vragen, jullie hele sub-army, al mijn publiek, iedereen die mij checkt, om te gaan checken op DenaDen met een 3OS-E. Ook alle gasten in mijn subbox, ook iedereen op, met wie ik connecties heb, zoals Sander Commentaries, Baggin op PC, hoe heet het, Thunders Rider, we hebben het hier over Bjorn, oftewel Sexy Battlefield, en BMKNL, en al mijn bros eigenlijk, iedereen wie ik awesome vind. Ik hoop dat jullie het allemaal snappen, want ik ga dus terug naar DenaDen. Verander dus ook eventjes. Ik zal er ook gewoon berichten over sturen naar iedereen persoonlijk van hoe de situatie is en waar ik mee bezig ben. Maar ik hoop dat jullie het allemaal snappen. Ik upload deze video dus ook op iDenaDen en op DenaDen met een 3OS-E. Dus dat het op allebei de kanalen kan. Ik blijf gewoon onder exact dezelfde PSN ook. Ik blijf ook dezelfde dude. Maar jongens, het wordt even een switch en we hebben hier een cutscene met Dr. Earnhardt die er zwaar gewond uitziet. Eventjes luisteren. Where are they? Where are my friends? I couldn't halt the jungle warriors. I'm sorry. They carried your friends to the temple. And he's gone. Oh jee. Dr. Earnhardt, onze stoned bro is dood, jongens. I don't understand. I need to get to the temple. Ik snap er ook geen fuck van, Jason, maar ik denk wel dat we het moeten doen. En kijk eens wat een prachtige camouflage onze helikopter hebt. Riley, we have to go now. Nou, kom op, Riley. Stap in dan, bitch. Gaat hij daar blijven staan? Hallo? Nou, we zitten dus weer in een laadscherm. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest over de situatie. Deze video wordt dus geüpload op beide kanalen. En ik hoop dat jullie het allemaal heel erg snappen en waarom ik dit doe. Maar ik hoop ook dat het goed komt. Dat als ik zeg maar helemaal die switch heb gemaakt op DenaDen met een 3OS-E, dat dan niet weer Google komt fucken. En what the fuck is deze shit gewoon? The fuck, de hele tempel is met vuur en zo en alles ziet er chaotisch uit. Holy fucking shit. Deze Italiaanse semi-automatische shotgun is een van de weinige wapens op rookeilanden die legaal werd geïmporteerd. Wat een prachtige info. Deze gun is dus legaal en als we deze in onze handen hebben, denk ik, wauw, awesome. Dit wil toch iedereen vasthouden, want hij is legaal. Maar inderdaad, Jason, waar de fuck is iedereen? Wat hangt hier een creepy sfeer, zeg? Hallo, jongens, zwart beeld. Wat de fuck gebeurt er allemaal? What have you done with my friends? I'm glad you returned victorious. Hey! Where are you taking him? Holy shit, wat een bitch, jongen. I'm helping you. I'm helping you helemaal niet. Je verneukt mijn familie gewoon. Maar goed, we zijn toch de badass in deze save game. Big, strong, powerful. Why would you want to go back to what you were? I let you leave with all these burdens. The path purified you, but the cleansing is not complete. What do you mean? I love you, Jason. But you do not let me give you all my love. I know how hard this must be. It hurts me to watch you in pain. Citra. I only
help you. To love you for who you are. To worship the man you have become. It will all be over soon. It will lead you onto the dais. And you will be free of your past. Oké. What the hell? Dit was echt een hele, hele, hele rare preek van Citra. What the fuck is er nou met haar aan de hand? En what the fuck is er van plan gewoon? We zitten sowieso nog vast. En wat is dat voor gare tunnel, jongen? Het lijkt alsof alles in de fik staat hier. Of zijn we nu gewoon zo hard aan het trippen dat alles oranje is? Nou, kom op Jason, ouwe lul. Kijk hem nou. Walk the path of the warrior. Oh jee, dit kan nooit goed zijn. Check hoe door. Holy fuck. Shit man. Wat is dit? Holy fucking shit. Holy fuck! Ow! Powerful warrior, you deserve the final battle. They will all fall at your feet. You're carrying all these weapons, and you have all these weird tattoos. You think you're a warrior because you collected those tattoos on your arm? I'm deleting them, Jason! Holy shit! Ik schrok me serieus dan. Holy fuck! Lisa is helemaal een demon geworden ofzo. Holy fucking kippenvel hier al. Wat een bitch hoor. Holy fuck! Check Lisa! Citra. Oké, pak de coole blauwe neon knife. Doe het. Holy fuck. What up, Lisa? Sluit je aan bij Citra. Dat doen wij. Wij zijn die badass. Fuck jou, Lisa. Ik snij de gooie keel eraf, bitch. 3, 2, haha, save game. Je kan het ook gewoon niet meer saven hier. Kijk maar, je kunt niet opslaan tijdens gameplay scènes. Fuck jou, man. Nou ja, weet je wat? Fuck jou, Lisa. Je bent een bitch geweest. We hebben Citra nodig. Oh, auw. Jason. And she's gone. Prepare the Tatal. Oh, is dat de Tatal? Prepare the Tatal? In welke slechte Russische pornofilm zitten we nou weer? The ultimate warrior has given himself in the place of the coward Bas. Chita, Tukana Anakami. Let his spirit be released for the future of our people. Nooit gedacht dat Jason op kale vrouwen zou geilen. It is done. And she's gone. Nou, eigenlijk is she niet gone, maar ik ben gone. En dat krijg je er nou van Jason als je voor Citra kiest. De kale chick onder ons. The ultimate of your kind. And our child. Would lead the Rakyat. Rage against the darkness. You are a warrior. Die a warrior. Erg apart dit.
Nou, dude, ik laat in ieder geval ook eventjes het andere einde zien. Dus dat jat ik gewoon van een andere en knip ik er even achter. En daarna horen jullie me weer terug. Dus hier komt het andere einde van de game. No. Jason, no. Nee. No. Ik red mijn vrienden. Tuurlijk. What the fuck? Why must you leave? You will stop being a warrior, a hero. Your friends, they will move on. Have kids and boring lives. Stay here. The jungle will always be there for you. You will always be king. With them gone, you never have to leave. This violence is over. I'm done. No more blood. Jason. Look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful on your own. Jason. I love you. Jason! What is wrong with you? She tried to save me. She saved all of us. And you reject her. Dennis, fuck off, serieus. Nee! Wat? Citra. I love you. Sorry. Het is al te laat. Ja, Dennis, het is je eigen schuld, jongen. Citra, please. Do not leave me. Het is je eigen schuld, bro. Fuck I'm jou. Sorry. Citra, please don't leave me. Het gevoel van overwinning. Echt jongen. Rose, dit was het einde van de Far Cry 3 hoofdmissie. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Voor het volgen van mijn serie. Ik ga natuurlijk wel verder met Far Cry 3. Dit wordt zeker een hele lange credit, zeg maar. Naar alle makers of diegenen die mee hebben gedaan. Dus het wordt echt een fucking lang einde. Wat? I can't come back from this. I'm a monster. I can feel the anger inside me. Nou dudes, dit was dus het andere einde. Ik hoop dat jullie het een beetje een awesome part vonden. Dit was part 34 van mijn Far Cry 3 serie. Een beetje een aparte part, want hij wordt op twee kanalen geüpload. En hij had een hele belangrijke mededeling erin. En het is sowieso het einde van Far Cry. Dus ik hoop dat jullie het allemaal een vette video vonden. Zo ja, like de video dan even. Vergeet vooral niet te abonneren dus. Nu niet op iDennaDan. Mag ook hoor, want ik blijf op allebei de kanalen bestaan. Maar ik zal veel meer uploaden nu op DennaDan met een 3 als E. Omdat ik daar toch echt weer officieel naar terug ben geswitcht. Dus, dankjewel voor het kijken. Like de video als je hem tof vond. Abonneer op DennaDan met de 3 als E. Link staat in de description. En ik zie jullie terug in elke andere video die ik maak, dudes. Dus stay awesome, bros. Later.